Yo gasten, welkom bij een nieuwe video van Jamio Gamers. Vandaag ben ik met FIFA 16 op de PlayStation 4 met Nick. Ja, want ik ben eigenlijk bezig thuis omdat ik zelf FIFA 16 niet heb. Ja. Zoals je moet zien, ik heb FC Bayern München en Manchester City. En even teammanagement en even de opstelling. Wie is... Ik ben trouwens rechts en hij is links. Jazeker. Misschien niet weten. De naaier. Echt? Ik dacht dat hij in Galatasaray voetbalde. Ja, ik denk dat dit gewoon de beste opstelling is. Oh. Ja, is deze misschien dit? Nee, ik denk het. Ik laat het gewoon. Oké, let's go. Veel succes. Ja, dit boeit me ook in de fuck. Hier doe ik... Kom, ik wil beginnen. Huh? Ja, dan moet je een dribbelen. Als je daar voorbij loopt, normaal. Ziet je? Wat een teringkeeper. Kom beginnen. Oh, deze. Manchester City. Increasing the ground capacity. And I'll be hoping that the natural level of support will increase as well, because having a bigger ground is one thing, filling it is altogether different. Yeah, and I think the fans, okay, the fans will take care. Oh, nee! Echt! Nee. 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 Normaal wint Nick me in de eerste helft met 5-0. En dit is de ploeg waar hij het beste mee speelt. Meteen ik 1-0. Nooit. Pure geluk. Pure geluk. Holy shit, gek. Ja, mijn opstelling. Normaal heb ik altijd die opstelling wat jullie net in het begin zagen. Maar ik heb die nu veranderd en nu speel ik echt. Ik score nog altijd niet, maar ik verdedig al 2 keer niet. Oh, Lewandowski is echt mijn favoriete speler aller tijden. Dat is echt niet normaal. Oh, ik zal nog wel een goaltje maken. Nee. Wat? Wat is gebeurd? 0,0 fouten. Omgekopt te scheetsen. Wat? Ik wou die voorgeven. Oh nee. Mijnes. Javi Martinez. Arjen Robben. Iron Robin. Al ik wil geen. Oh, wat een stering! Wat dat keeper om keeper. Ik vind Neuer, hè. Vind ik echt de stomste keeper om tegen te spelen. Echt. Ja, ik weet het. Oh, ik haat die zo, hè. Niet voor niet de 90 rating. Het is een real tussle between the two of them. Try and get the ball. Wat? Nu wil ik even geen foto meer maken. Dat is echt cool. Yes man! Oh, Manchester City! Vieze, vette. Oh, ik ben zo hyper druk de F-setjes af. Oh, kijk, dat is gewoon... Kijk die shot al, hè. Is pis. Sterlingen. Pis. Pure pis. Pispot. Pispot. Ik heb een aanval om de opstelling, denk ik. Hij heeft toen net was ik een beetje met Dortmund tegen Manchester of tegen Bayern München. Toen was ik wat minder, maar. Normaal pakt iedereen Barca tegen Real Madrid. En iedereen doet. Ik vind die twee ploegen gewoon te gay. Dat is gewoon niet meer gezond. Het is gezond. Menes. Wat? Oh, dat is echt een vals spelen, vind ik. Ik denk dat really cement their place in European football, which is what they want. I've been disappointed. I've been, ja, ik heb de Engelse commentators opgezet, omdat ik de Nederlandse, daar kan ik echt niet tegen. Nee, ik kan er echt niet tegen. Ja, ik ben even te navel en ja. Ik ga zelfs wel nog opstaan, pap, want dat kan niet. Ja, oké. Ja, tering.
Minus, ik heb een trappenpil. Oeh, die kon nog zitten, gek. Ik moet echt geluk hebben als je van afstand kunt scoren. Nooit. Wat? Wat is daar fout aan? 0,0 fout zit daarin. Not really. Ja, diep. Eindelijk. Oh, ik had die vroeg moeten doen, had de keeper die niet aan zijn handjes. Wat? Nou! Wat is dat voor u? Waarom moet dat stomme katmanneke dat... Oh, Vidal! Had je mijn kutsel opgezet, joh. Vidal moet alweer met zijn kutsel. Nee, maar door je opstelling... Ja. Toch mijn opstelling, wat? Ja, ik zou die er allebei in laten. Vital en Guts zijn allebei B-spelers. Ja, nee, want dan hebben we zo'n onverdediger eigenlijk. Want al die andere spelers zijn dik noodzakelijk. Ja, nee, dat is echt. Er zijn echt maar 3 verdedigers, maar dan heb ik, tegen u moet ik echt dikke verdediging hebben. Je ziet. Je scoort met gemak binnen. Ja, die opstelling wat je nu hebt, vind ik echt goed, man. Normaal laat je echt zo... Ook wel een goede opstelling, maar dat is minder een steen. Ja, dat is echt pure aanval, dus allebei. Dit is gewoon de beste opstelling wat je kunt hebben, denk ik. Ja, ja wat gaat die teringbal nu toe? Shit, waarom? Ik heb die weer eruit gemaakt. Oh... Hé, hey, waar zit Kevin de Bruyne eigenlijk? Nee, normaal toch Manchester City, ja. Zit nee. Hij nog altijd bij Wolfsburg? Ja. Toen net heb ik nog gekeken en hij zat gewoon bij mijn... Of ja, bij Wolfsburg. Dat vind ik echt zo dom, hè. Wop. Toen was misschien een FIFA 17 pas van. Mooi. Oh, hoe zit die als je zo te passen, man? Dat vind ik echt niet normaal. Ja, mooi, mooi. Waarom stopt hij niet? Oh, wat? Nooit. Ja, dat was wel veel. Nooit. Ja, ik scoor toch nooit uit vrij trappen. Ik kan het gewoon doen. Oh, in één keer hebben we al zo vies vuil gescoord. Ga met die baan. Oh, het is echt kut. Oh. Jongens, zijn blij dat er nog 1-1 is. Ja. Normaal zat je met 5-0 achter. Allemaal door die opstelling. Ik vind het niet normaal. Ik hoop dat dadelijk Nick helemaal giga toen dat ik een penalty kreeg. Want ik scoor elke penalty. Ik heb een manier dat je altijd scoort. Bing, bitch! Get out of the way. Wat een mooie bal, maar ik dacht... Bij Manuel Neuer kunt je nooit scoren met een kop. Puur geluk. Kijk, dat kan nooit. Wat? Dat kunt gewoon verdienen of zo, denk ik. David Silva. Nooit. Echt, die heeft echt zo'n notenkop. Ja. Huh? Wat gebeurt er? Ja, dat is nooit een fout! Ja, ik krijg een penalty, man. Echt, dit is echt... Moet ik u even een penalty geven? Ja, nee, dat doe ik niet. Maar wie zal ik toch? Nee, er staat 2-2 en daar heb ik geen zin in. What the fuck? Ik word die gewoon naar... Moet jij wel een hennige fout maken als ik nu zo'n goal maak, hè? Ik zal wel even... Wat? Wil maar doen. Trek op niks. Nee, als ik nu een fout maak. Oh! Ja. Lewandowski. Lava. Waar past die lul naartoe? Echt allemaal dement. Well, Vidal. Ja, dat is shave. Really.
A very thoughtful one. Oh, ik had sneakpas moeten doen. Ik heb sneakpas gedaan. Wat? Nooit! Waarom fluit die kut omgekocht? Omgekocht? Dat kan niet. Ah, natuurlijk wel. Wat heb je nu gedaan? Ik weet niet wat ik heb gedaan, jongens. Oh! Oh, dat is oké. Nee, dat is best wel mooi. Ik heb gewoon een longshot. Oké, sorry, dat was verkeerd ingeschat. Ik heb een vrij van kant, ik moet te maken, zeg zo'n grapje. Shishkebab. Oh, en als je uittrapt, trapt je echt gay uit. Ja, hoe moet dat dan? Ja, altijd naar de hoek, hè. Dus dat duurt, dus ik heb die uit. Mijn is. Eigenlijk niet. Nee, kut, ik kon toch passen. Wat? Nooit. Oh, dat was best wel mooi gedaan. Oh ja, gelukkig komen hè. Dat vind ik hartstikke mooi. Oh oh. Ja, Corlos met u is echt gewoon. Oh, fuck you man, echt, dit vind ik. Ik vind die keeper, die haat ik. Ik zeg het nogmaals. Oh, dat was best. En ja, woe! Als dat je... Ik heb zo vaak fouten gehad waarin er niet eens fouten waren. Hier vermoord hij bijna mijn speler. What the actual fuck? What? Ja, dat dacht ik wel. Oh, ik wil echt een penalty krijgen, jongen. Echt, ik wil een vieze harde, vies in je nek penalty, jij. Of de kunter, Robben. Dat is ook zijn oude zak. Frank Ribery. Frank Ribery. Oh, mijn is waarom zit die jongen nog niet eens weg? Yo, trap dan, Mito, die jij bent. Ja, ik ga niet trappen. Al die spelertjes zijn er helemaal leuk voor. Ja, wat? Je loopt gewoon, ja, gewoon met uw pink dood geen meer om. Ik snap het niet. Goed menen. Wat? Heb jij iets die ik voor heb gedaan? Nooit. Dat is de Vincent Kompany. Hij had zo'n pen. Wat deed ik? Ik hoor het helemaal niet. Silver. David Silver. Uw moeder. Uw moeder. Echt waar, ik kom er niet doorheen, man. Ik ben echt gay. Waarom moet je zo'n kutpas doen, echt? Opposition is chasing the ball, trying to get it back, and trying to get back into this match. If you look at the coaching manual, you don't defend like that. He's got caught. Kutkeeper. Scoort dan! Ik druk 10 keer op een fucking boltje en er één en scoort niet. Oh, hond. Oh ja. Ja, die zijn best wel leuk. Wat? Die stopt om met rennen, die loser. Dat heb ik niet eens gedaan. Oh, je hebt echt gript. Je hebt echt een cheater. Ja, ik ben een cheater, dus ik heb nog niet op FIFA. Grapje. Eindelijk komt ook eens een bal fatsoenlijk aan, hè? Teringleiers. Oh, normaal zit hij altijd. Oh, zit hij dat man? Wat? Ik dacht ik steekpas ging doen. Dat kan niet, hè? Met keeper steekpas. Ja, misschien niet. Ja, dat is voor mij. Oh, Shave, die was voor mij. Nee. Ik al lang 2 penalties mogen hebben. Jongen, terwijl ik niks doe, kreeg ik 700.000 miljard fouten. Ik had die zo mooi ingeschat. Kijk, spelers ben het dood. Die ben zijn nek gebroken. Ik kreeg nooit fouten doen. Oh, ja, oké mensen, bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Laat ons like achter. Vergeet zeker niet te abonneren. Ja. Zeg ook wat. De ballen. Oh, de ballen, joh. Oh, yeah.